Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je eenvoudig een aangepaste YouTube thumbnail kunt maken en kunt uploaden. Nou is het wel zo dat je kanaal zijn moet geverifieerd, in good standing zijn en dat je YouTube aangepaste thumbnail staat ingeschakeld. Heb je dit nou nog niet gedaan, dan verwijs ik je nu rechtsboven naar het i'tje en daar zie je een video hoe je een aangepaste YouTube thumbnail optie kunt inschakelen op YouTube. Allereerst gaan we naar een programma, een heel handig programma, dat heet Pensoid. Pensoid.com. Vervolgens klik je op Backgrounder 3. Je klikt vervolgens op Basics. En dan heb je hier een drop-down waarin je kunt kiezen wat voor thumbnail of banner je wilt maken. Nou, in dit geval gaan we een YouTube thumbnail maken, dus daar klikken we op. En dan kies je als eerste even de background. Nou, in dit geval doe ik bijvoorbeeld even rood. Oké. Vervolgens ga je naar tekst en images. En je klikt op sprite. Dan kun je vervolgens een image van je computer halen en uploaden. Nou, stel dat ik deze even neem. Die kun je dan plaatsen. Ik zet hem nu even in de rechterbovenhoek. En vervolgens wil je natuurlijk ook nog een tekst hier plaatsen. Dan ga je naar tekst. Dan kun je hier de tekst typen. Dus stel, hoe maak ik een test YouTube thumbnail. Nou, de tekst kun je heel makkelijk plaatsen op je thumbnail. Je gaat vervolgens naar Download Your Background. Download. Het duurt dan een paar seconden voordat je YouTube thumbnail gedownload is door Pensoid. Je drukt op OK. En dan zie je hier de YouTube thumbnail test. Vervolgens kopieer ik hem even naar mijn bureaublad. Nou, je gaat vervolgens naar YouTube toe. Je logt even in. Je gaat vervolgens naar Creator Studio. Je gaat vervolgens naar Video Manager. Je gaat naar de betreffende video die je zou willen aanpassen. Info, settings. Dan zie je dat hier al een aangepaste YouTube thumbnail stond, maar we gaan hem natuurlijk even wijzigen voor de nieuwe. Je downloadt en uploadt de nieuwe thumbnail. Je ziet dat die hier gaat laden. Je drukt op Save Change en je aangepaste YouTube thumbnail is geüpload. Wil je nou meer weten over YouTube? Abonneer je dan nu op dit kanaal. Dat kan heel eenvoudig door even op de rode abonneerknop te drukken. Of laat een comment achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.